Psychische kwetsbaren en dakloze mensen hebben een grote afstand tot werk en de samenleving. Is vaak de gedachte. Maar dat is zeker niet altijd waar. Zo blijkt uit het onderzoek De Drempel Over. Er is veel mogelijk, zolang begeleiding naar werk en activiteiten en herstel hand in hand gaan. En dat zorgt weer voor minder zorgkosten en minder overlast. Het onderzoek is een initiatief van Movisie, Mind, Werkplaats Como en Divosa. Sorry. Er zijn in Nederland meer dan 39.000 dak- en thuisloze mensen. En er wonen ongeveer 34.000 mensen in een beschermde woonvorm. In deze uitzending gaan we in op 4 initiatieven. En gaan we in gesprek met de onderzoekers van Movisie. Zij overhandigen het onderzoek straks aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En voordat we dat gaan doen, gaan we nu eerst in gesprek met ervaringsdeskundige Edo Paardenkoper. Edo, welkom in de uitzending. En met de titeling van Paul Blokhuis vergeet je jeugd op dit moment. Sorry Edo, hoor je mij? Ik zeg, je vergeet jeugd bij Paul Blokhuis. Oh, jeugd, oké. Okay. Goed dat je het aanvult. Fijn dat je zo scherp bent. Edo, altijd. Edo, welkom. Welkom, fijn dat je erbij bent. Is goed, dank je. Ik heb even een vraag in die zin van, wat maakt het voor jou dat jij er weer te doet in de samenleving? Om maar met de deur in huis te vallen. Oh, je zou de samenleving weglaten, maar dat maakt niet uit. Ik denk dat als ik terugkijk naar mijn geschiedenis, dat het belangrijk is geweest dat ik op een bepaald moment weer het gevoel had dat ik van betekenis was. Dat ik iets waard was, iemand was met een naam, zonder dat ik een plakkertje had gekregen met het nummer. En dat was eigenlijk een belangrijk opslagpunt, dat ik in mezelf weer kon vinden van ik ben iets waard, ik ben iemand, ik heb een naam. En dat gevoel van waarde, van betekenis zijn, was eigenlijk en is steeds voor heel veel mensen belangrijk, denk ik. Ja, en we bespreken vandaag 4 initiatieven, hè? Wat vind jij dat zulke initiatieven bijdragen, als jij als ervaringsdeskundige? Nou ja, ik ken een aantal van die initiatieven en ik denk dat het heel belangrijk is dat er op verschillende manieren dit soort initiatieven ontstaan. En op een aantal plekken ontstaan ze door dat mensen zichzelf organiseren, wat we dan ook wel eens zelforganisaties noemen. Maar dat ook andere mensen betrokken genoeg zijn om iets te maken met anderen, dat mensen een plek biedt om inderdaad die rol op te pakken. Ja, en wat maakt nu, hè? Jij je maakt weer deel uit van de samenleving. Waar ben je trots op? Waar ben ik trots op? Dat ik af en toe ergens een bijdrage kan leveren die door andere mensen gewaardeerd wordt. En wat voor bijdrage is dat dan, als ik mag vragen, Edo? Nou ja, ik doe dat op verschillende manieren. Ik ondersteun op individueel niveau sommige mensen die ik tegenkom in mijn omgeving, oftewel op Facebook of op fysieke plekken, die af en toe zeg maar iets nodig hebben om verder te kunnen, die tijdelijk ontregeld zijn of niet weten waar ze terecht kunnen. Ik doe dat op een collectieve manier door met sommige groepen samen te werken. Ik doe dat op een niveau van, zeg maar, het landelijk door mee te doen met de meerjarigen, die nu weer een andere naam heeft gekregen, maar nog steeds gaat over mensen die tijdelijk of wat langdurig beschermde woonvormen en aandacht nodig hebben om hun leven op orde te houden of te krijgen. Ja. Dus, en dat heb ik ook op Europees niveau gedaan. Ik denk op allerlei plekken, vanaf het individu tot collectief, kan ik af en toe iets bijdragen wat mensen verder helpt. Fijn Edo, dankjewel. En ik zou zeggen, keep up the good work. Dat doe ik zeker. Ja, ongetwijfeld. Dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Goed zo, dank je. Goeiedag. Dan gaan we door naar 1 van de 4 initiatieven die wordt uitgelicht. En laat dat nou net zijn Stichting Out of the Box TV. En daar zijn we. En ik ga daarvoor
spreken, Michiel Verhul, die kan daar alles over vertellen. En ik loop naar de studio, dat is wel zo leuk. Even mijn zender mee. Loop met me mee. Michiel. Ja, hallo. Hoi Michiel. Hi. Wat fijn dat we jou mogen spreken. Ja, dat is wel, ik vind dat best wel spannend als ik nu zelf een keer in de live uitzending ben. Ik moet even het geluid iets zachter zetten. Ja, hoort erbij. Een beetje fluiten. Maar vertel, ja. Laten we eens bij het begin beginnen. Ja. Wat is Stichting Out of the Box TV? Oh, wacht even hoor. Ik zet onszelf even wat zachter. Stichting Out of the Box TV is eigenlijk een digitaal platform. Ik zit toch echt een beetje met dat geluid, zeg. Dat is, het gaat altijd wat dingetjes mis. Maar dan hoort bij live tv, hè? Ja, dat komt omdat we dat spiekertje van deze microfoon, van deze, niet uitkrijgen. Oh, wacht, ik heb een idee. Als ik gewoon wat verder weg ga zitten, ja, dan gaat het wel goed. Nou, wat is Out of the Box? Out of the Box TV. Ja. Out of the Box TV is een online platform, een digitaal platform, wat eigenlijk alles wat met ervaringsdeskundigheid en kwetsbaarheid en het stigma rondom psychische kwetsbaarheid helpt te doorbreken. Ik kijk ondertussen even of het beeld goed is, ja. En waar jullie nu zitten is de regie. De regie waar eigenlijk alles plaatsvindt. We hebben een studio in Eindhoven. En het mooie is eigenlijk dat wij al inmiddels 3 jaar bestaan. Mm-hmm. Eigenlijk een fantastisch team om ons heen hebben verzameld. En hoe helpt dit initiatief dan? Nou, wat wij doen... kijk... Het vertellen doet vertellen principe. Ik weet niet of je dat wel... Ja, jou zegt dat van alles. Maar kijk, wij zijn allemaal mensen met een psychische kwetsbaarheid en zijn daar open over. Mm-hmm. Hè? En we hoeven niet een diagnose te hebben of zo. Dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Maar wij durven te vertellen hoe we ons voelen. Ik durf te zeggen dat ik me vandaag ontzettend rot voel over deze stream. Ja. En waarom? Dat levert gewoon stress op. Ja. Bij mij heeft die stress ervoor gezorgd dat ik in 2012, het is alweer zo lang terug gelukkig, daar compleet ingestort was. Ja. Maar het feit dat ik daar zo open over durf te spreken, zorgt er vaak ook voor dat de mensen die wij voor of achter de camera hebben, ook zich open durven uit te laten. En durven te zeggen waar ze mee dealen of wat hun probleem is. En dat is natuurlijk fantastisch als je daarmee ziet dat wij dus niet vanuit journalistiek oogpunt of vanuit entertainment oogpunt, beeld en geluid maken, maar puur en alleen vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid. Mm-hmm. En als daar eens een keer wat fout gaat of niet goed gaat, dan is dat niet zo erg, want dat gebeurt in het normale leven ook. Ja. Al vind ik het doodeng. Maar je doet het nog steeds goed. En de mensen die hier dan bij komen, kun je daar iets over vertellen? Die team vormen? Nou ja, we zijn een paar jaar terug zijn we begonnen in Eindhoven bij Markiza. Toen was het nog een project. En dat project dat heeft dat eigenlijk, ik zal maar echt even helemaal bij het begin beginnen. Volgens mij heb ik nog wel een paar minuutjes. Ja. Normaal moet ik zelf de cue geven hoe lang we nog hebben. Ja. Maar in 2012 ben ik compleet ingestort. Mm-hmm. Op dat moment was ik tv-producer in Hilversum. Ik werkte voor John de Mol en maakte grote programma's als vroeger als Temptation Island, Wie is de Mol, Idols, allemaal van dat heftige grote entertainment. Totdat ik uiteindelijk dus instortte. En dat kwam niet zozeer door dat werk alleen, maar dat kwam vooral ook doordat ik een dwangstoornis heb, wat ik toen eigenlijk al lang wist, maar waar ik me enorm voor schaamde. En in televisieland is alles plastic fantastic. Dus je probeert daar gewoon door te gaan. En uiteindelijk heb ik gewoon eigenlijk een soort van 2 fulltime banen gehad. De baan van het gewone producer zijn. En de baan die ik had en die ik veel zwaarder vond van mijn dwanggedachten beheersen. Wat gewoon niet werkte. Mm-hmm. Ik probeerde ze weg te drukken. Krijg je de roze olifant. Het was alleen maar erger. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat ik zelfs in januari 2012 een poging heb gedaan om het leven te stappen. Ja, dat is natuurlijk gewoon bizar dat het zover heeft moeten komen. Ik ben toen in herstel gegaan en ik wilde nooit meer iets met televisie te maken hebben. En uiteindelijk ben ik hersteld. Heb ik wel nog 1 keer op tv heb ik laten zien wat mijn herstel was. Ik dacht, als ik het dan toch opengooi, dan gooi ik alles maar open. En uiteindelijk ben ik bij Markiza gaan werken. Nadat ik goed hersteld was, ervaringsdeskundige wilde worden en niets meer met tv wilde doen. Maar bij Markiza hadden ze dus een filmpje nodig. Hmm. En ze dachten, hey Michiel, jij hebt bij televisie gewerkt, kun jij dat doen? Ja, en dat heb ik dus gedaan.
Niet alleen, samen met een fantastisch team. En ik voelde me dus als een vis in het water bij dat team. En dat kwam omdat ze zich ook allemaal zo openstelden. Zoals ik eigenlijk in Hilversum ook had gehoopt. Deze mensen hadden nog niet echt ervaring met televisie maken. Maar dat is te leren. Kijk, ervaringsdeskundigheid, dat is goud. En dat stukje goud, dat zit in mijn team. Dus wij hebben gewoon allemaal pareltjes in ons team die allemaal hun eigen ervaringsdeskundigheid meenemen. En die er dus voor zorgen dat we gewoon nog een hele hoop andere pareltjes kunnen gaan ontmoeten. Het is voor ons dus ook niet van wezenlijk belang dat wij fantastische video's maken waarin alles shiny is en noem maar op. Nee, liever juist dat rauwe randje. Liever is een keer het geluid wat niet helemaal klopt of een shot wat niet helemaal perfect is. Want dat is waar het om gaat. Het is gewoon veel belangrijker om uiteindelijk gewoon ja, het ware leven te laten zien. En dat is wat ik dus nu doe. En ik zeg wel eens, ik maak nu in een kwartier out of the box tv, maak ik meer inhoud dan 15 jaar Hilversum. En ja, dat is natuurlijk gewoon ook super. En ja, wat er ook gebeurt, mensen die dus in herstel zijn, want we hebben alle mensen uit alle vormen van herstel hebben we hier. Iedereen mag komen. Dat is echt gewoon geen probleem. En het leuke is dat de ene wat verder in zijn herstel is als de ander. Ja, en dat geeft dan ook weer een bepaalde synergie. Die er dus uiteindelijk voor zorgt dat, ja, dat mensen van elkaar leren. En dat we daar toevallig beeld van maken. Ja, dat is eigenlijk een bijkomstigheid. Ja. En dat we inmiddels bijna 3 studio's hebben. Waarvanuit we heel veel livestreamen. Ja, dat komt ook vooral door corona. Dus wat dat betreft kunnen we ook weer de mensen die nu allemaal in isolement thuis zitten. Toch nog bereiken door middel van livestreams die we of samen met Mind of samen met VWS of nu met Divosa. Op die manier proberen wij gewoon toch wel ook nog al onze achterban te bereiken. En met succes. Maar kan ik lullen, hè? Met veel succes. Nou ja, het gaat best goed. Ja, ja. Ja. En wij hebben dus tot nog toe alles zonder overheidssteun gedaan. Ik moet wel zeggen, daar ben ik wel even heel eerlijk ook, dat me wel een klein beetje begint op te breken. Want we moeten echt iedere euro die we binnenhalen, die moeten we echt gewoon of via donaties of gewoon verdienen met een opdracht. En dat ik merk aan mezelf dat ik bijna weer een klein beetje richting mijn oude. En dat is dus iets wat ik dus nu wel durf uit te spreken. Maar ook iets wat ik in de gaten moet houden. Dus dat is best wel. En dat is ook belangrijk dat je als team hier dat ook durft uit te spreken naar elkaar. Ja. Want dan mag het er ook gewoon zijn. Ja. Is dat het ook? Is dat ook een weg naar herstel? Ja. Nou ja, en dat is wel leuk. Even kijken, hoe lang hebben we nog, jongens? Wie weet hoe laat het is? Kort over 2. Okay. Ja, nou, dan moeten we afronden. Dan moeten we gaan afronden. Ja, maar het laatste wat ik wil zeggen, wat je dus eigenlijk ziet, is dat sommige mensen hier als een soort van vogeltje, stil vogeltje binnenkomen en echt weer opbloeien. Ja. Dat is hetgeen waar ik het voor doe. En niet zozeer om al die prijsjes te winnen, dat is natuurlijk fantastisch, maar het is toch veel leuker dat we gewoon met z'n allen iets leuks kunnen doen waar we allemaal helemaal happy van worden. Zeker, versterkt elkaar. Dankjewel. Ik ga mijn microfoon weer uitzetten, zodat mensen thuis weer beter fluiten. Jij ook bedankt. En dan ga ik weer terug naar de studio lopen. Want wij hebben... Ik ga weer even zitten dat jullie mij weer kunnen zien thuis. Daar zijn we weer. En inderdaad, hij kan goed vertellen, Michiel, maar ook een heel mooi verhaal. Wij gaan nu door naar Stichting Springplank en dan ga ik in gesprek met directeur Thijs Rades. Thijs! Ja, hallo. Hoi, je bent er. Welkom. Ja. Fijn dat je erbij bent. Ja, het tweede mooie initiatief wat we gaan uitlichten. Stichting Springplank, hè? Kun je dat wat meer over vertellen? Dat kan niemand beter dan jij. Ja, dat hoop ik dan maar. Springplank, wij begeleiden mensen zonder woning en zonder werk. In de volksmond heten die mensen dak- en thuisloos. En volgens de overheid is dat een doelgroep. En wij hebben een toverstokje gevonden wat werk heet, participatie. En wij proberen de dak- en thuislozen te begeleiden naar werk toe. Nou, als je stabiel werk wil hebben, dan heb je natuurlijk ook huisvesting nodig. Dan heb je redelijk stabiliteit op je op je financiën nodig. En ga zo maar door. Dus vanuit eigenlijk werk proberen wij onze route naar een dakloos af, zeg maar. Proberen wij aan te bieden aan dak- en thuislozen, mensen zonder woning, zonder werk.
En dat doen we in Eindhoven. Daar hebben we ook een eigen opvang. Dus daar kunnen mensen die dakloos raken, kunnen daar terecht. En een eerste opvang krijgen. En na 6 weken stromen mensen door naar een maatwerktraject. Mm-hmm. En in Eindhoven bereiden wij ongeveer de helft van alle dakken thuislozen. We zijn ook gestart in Den Bosch, Tilburg, Utrecht. En ik verwacht begin van het nieuwe jaar ook in Breda te kunnen starten. Wauw, jullie zitten niet stil. Nee. En het is ook nodig. Nou ja, het is zeker nodig. Als je kijkt, daar ben ik echt wel boos over. Ik werk nu 22 jaar met daklozen. En als ik in mijn start van mijn carrière waren alle daklozen, die kon je wel aanwijzen. Hè, er waren mensen met een, ik zeg het altijd maar een beetje gechargeerd toch? Ja, ja, ja. Met een lange baard, blik bier, spuit in de arm. En nou, die mensen gaven heel veel overlast. Werden weggestopt in de stad. Werd niet naar omgekeken. Nou, toen kwam het Stedelijk Kompas. Waarin we toch gingen kijken van, hey, kunnen we niet beter voor die mensen zorgen? En gingen we huisvesting regelen. Heroïneprojecten werden opgestart. Hostels werden ingericht. Housing First werd opgestart. Nou, eigenlijk hele mooie ontwikkelingen. Alleen we zijn vergeten te kijken naar een groot probleem. Dat er steeds meer dakloze mensen aan de deur klopten. Van de maatschappelijke opvang. En eigenlijk met mensen met minder grote problemen. Dus mensen die niet zwaar verslaafd of psychisch in de knel zaten. En eigenlijk als je terugkijkt daarna, ik was verantwoordelijk voor de nachtopvang in Eindhoven en het Instroomhuis. Toen zag je eigenlijk al een verandering komen van die doelgroep. En het is, ik werd er boos over. Het is ons niet gelukt in Eindhoven om dat binnenmaatschappelijk opvang op een andere manier in te richten. Voor een nieuwe doelgroep eigenlijk. Want ja, eigenlijk kwamen de mensen met minder grote problemen in dezelfde trajecten terecht als mensen met hele grote problemen. Nou, dat eigenlijk is dat heel raar. Waarom? Waarom vind je dat dat niet mag? Ja, omdat je ook ziet dat de mensen die in die maatschappelijke opvang terecht kwamen, er eigenlijk alleen maar slechter uitkwamen. Dus vooral juist de mensen met minder grote problemen kwamen er eigenlijk met grote problemen uit. Dus ja, dat lijkt mij niet wat je wil aanbieden. En ik zeg altijd maar zo, Philips, ik kom uit Eindhoven. Philips maakte vroeger, toen ik jong was, cassettebandjes. Omdat ik muziek luisterde als ik naar school reed. En dan had ik een Walkman en dan had ik cassettebandjes. Daardoor kon ik toch 40 opnemen. Dus daarom kocht ik cassettebandjes. Nou, we hebben nu allemaal een iPhone. Dus de doelgroep voor Philips koopt geen cassettebandjes meer. En Philips maakt daardoor ook geen cassettebandjes. Want die doelgroep is veranderd. Ja. En wij zijn in de maatschappelijke opvang echt vergeten. En omdat de doelgroep is zwaar veranderd. Wij als Springplank begeleiden de helft van de doelgroep naar werk toe. Nou, dat zegt wel iets. Want dat had je 20 jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat we daklozen aan het werk konden krijgen. Dat zeg ik heel eerlijk. Dus die doelgroep is veranderd. Alleen de aanpak en de opvangen zijn eigenlijk hetzelfde. Dus daarin is gewoon duidelijk een verandering nodig. Is dat meer maatwerk denk nodig? Dat daar... Maatwerk? Wat zei je? Is dat dan meer maatwerk? Ja. Ja, 100%. Minder opvang en veel meer maatwerk. Dus dat gaan wij in Eindhoven, vanaf volgend jaar zijn we ook eindverantwoordelijk voor heel de maatschappelijke opvang. En gaan we exact dat doen. De 2 weken opvang voor alle daklozen en snel mogelijk inrichting op maatwerk, huisvesting regelen op maat. Dus ook niet zomaar een woning geven, want dat schiet ook niet op. Je moet goed kijken naar de problematieken van de mensen. Kan iemand wel wonen en in wat voor woonvorm? Of kan hij zelfstandig wonen? Nou, de doelgroep is veranderd. Het is geen doelgroep. Dat is de grootste grap eigenlijk. Het is niet grappig, want het gaat om mensen. Ja. Maar wij behandelen het wel als doelgroep en daar moeten we vanaf. Maar dan heb jij die boosheid wat je had, heb je wel omgezet in iets positiefs. Ja. Ja, precies. Wij zijn dus met Springplank, wij zijn daarop ingesprongen. Tenminste, ik ben dat in mijn eentje toen begonnen. En omdat ik dacht van, hey, werk kan heel veel doen voor mensen, participatie, in plaats van zorg. En natuurlijk is zorg ook nodig, hè. Daarmee bedoelen wij helemaal niet dat... Oh. Ja, daar ben je weer, Thijs. Ik ben net aan het vertellen... We waren net aan het vertellen dat je die boosheid om aan het zetten was naar iets positiefs. En toen, daar waren we gebleven. Ja,
inderdaad, dat je eigenlijk ik ben mijn springplank alleen begonnen omdat ik inderdaad zag dat in die opvang er een ander iets nodig was. Mm-hmm. Werk kan heel veel doen voor mensen. Ja. Dat was mijn overtuiging. En ik denk dat we dat hebben kunnen ombuigen door op deze manier, op een andere manier te gaan werken, waarin we zorg niet wegpoetsen, want zorg is nodig, maar wel het kapstok is werk en participatie weer meedoen in de samenleving. En dat betekent niet dat wij zelf een fietswerkplaats gaan inrichten. Nee, dat proberen we te doen met bedrijfsleven. Dus wij proberen echt in het echte leven te zorgen. Juist, ja. Direct en zo snel mogelijk. En niet zeggen, hé, u heeft heel veel problemen, doe maar rustig aan. Nee, we proberen echt vanaf dag 1, het is meedoen. En natuurlijk chargeer ik hierin, want er zijn ook mensen binnen onze trajecten die minder snel gaan. En dat mag ook. Het blijft altijd maatwerk. Ja. Maar wel, de grondhouding binnen Springplank moet zijn, minder zorg, maar meer weer meedoen. Ja. Dat is wel een heel belangrijk ding. En je hebt hier duidelijk een passie voor, je hebt hier een visie op. Waar komt die vandaan bij jou persoonlijk? Ja, dat wordt natuurlijk vaak gevraagd. Ik heb zelf een ingewikkelde jeugd gehad. Veel problemen. Ik denk, als ik geen mijn ouders mag dankbaar zijn, anders dan denk ik dat ik zelf in de 24 uur zorg terecht was gekomen. Op een stapeling naar problemen. En eigenlijk heb ik heel mijn jeugd gedacht dat het niet aan mij lag. En dat ik eigenlijk een heel... Ik zat, en dat zie je vaak in de zorg, of mensen die in de zorg terechtkomen of in de problemen zitten. Je wordt een soort slachtoffer van jezelf. En ik heb gelukkig mijn ouders en een huisarts die op een moment zei... ik zat echt op een tweespor. Ik had heel veel verkeerde vrienden hier in Eindhoven. En ik denk dat mijn ouders me bijna uit huis hadden gegooid. En eigenlijk wat er toen gebeurde was de huisarts die eigenlijk teruggaf aan mij: Thijs, draait nou eens om. De problemen die je hebt gehad of de ervaringen die je hebt meegemaakt in je leven, zie die nou eens als een kwaliteit. En ondanks dat je enorme problemen hebt gehad, gaat dat eens omzetten. En in het begin was ik heel boos op hem. Ik denk, nee, hallo, ik ben een slachtoffer van heel veel dingen. Herkenbaar. Die woorden hebben mij wel gered. Als ik dat, en daar ben ik de huisarts heel dankbaar voor. Dus ik wil eigenlijk altijd in de jeugdzorg gaan werken. En om dat ook te gaan vertellen aan jongeren die hetzelfde mee in hetzelfde schip zaten als mij. Alleen daarin ben ik gefaald. Ik was klaar met studeren. Ik was natuurlijk later klaar met studeren. Want ik had natuurlijk een aantal jaren andere dingen gedaan. En alleen toen... ik had werk nodig. En toen was Novo de Kentron, of Novodik toen, die deden daklozenopvang. Want bijna alle daklozen waren zwaar verslaafd. Hè? Dus dat was verslavingszorg die de daklozenopvang deed. En die hadden iemand nodig die op straat werkte en een beetje contact kon leggen met politie en de buurten. En met al die heroïneverslaafde mensen die op straat... En daar heb ik op gesolliciteerd. En toen werd ik zo geraakt door de politiek van die mensen en de ellende. Van als je dakloos raakt, dat je alles kwijt bent. En ik denk ook eerlijk gezegd dat ik het zelf zomaar had kunnen worden. Dat ik hier een passie van over heb gekregen om daar toch echt voor te gaan staan. En zichtbaar het probleem aan te pakken. Ja, en als we nou ook naar het onderzoek kijken, hè, de drempel over. Hè, waaruit zie jij dat, waarom is dit onderzoek zo belangrijk dat er is gekomen? Nou ja, kijk. Ik denk dat je zult op een andere manier, wil je mensen echt weer mee laten doen, dus participeren in de samenleving, zul je het echt op een andere manier moeten inrichten. Het grootste gevaar voor Springplank is om een zorginstelling te worden. En, ik ben opgeleid als hulpverlener en ik wil iedereen redden. En als ik dan iedereen wil redden, wil ik de beste mensen maken, zeg maar. Wil ik iedereen, dat iedereen mij wordt. Binnen mij nu, niet mijn verleden. En dat betekent dat ik het heel traditioneel, ik ben getrouwd, ik heb kinderen, ik drink niet te veel alcohol, tenminste ik doe mijn best. al dat soort dingen. Mm-hmm. En als iemand bij ons in traject komt van Springplank, en we laten dat schieten, dus we zijn niet heel alert op hoe wij mensen weer zo snel mogelijk die samenleving in willen gaan. Dat betekent dat mensen zichzelf mogen blijven. Ja. Dat ze ook best die 5 blikken bier op een avond mogen drinken als ze gaan werken. Ja. Maar als zij in de hulpverlening terechtkomen,
dan gaan wij nog vinden dat die vijf blikken, dan moet iemand een verslavingszorg in, want die vijf blikken bier, dan moet je vragen, snap je? En dat is helemaal niet, dat is helemaal niet reëel. Dat is ook niet, volgens mij, wat we met elkaar moeten wensen. En daarom is dit zo belangrijk. Ja, ik zeg, iedereen noemt me altijd no-nonsense. Ik probeer dat ook echt over te brengen, maar hou het simpel. Maar dat is wel ook het kadergevecht binnen Springplank. We hebben nu steeds meer medewerkers, we worden een soort van instelling. Maar het kadergevecht binnen Springplank is zorg ervoor dat we normaal blijven doen. Nou, met die mooie woorden, zorg ervoor dat we normaal blijven doen. En wat zei je nou als laatste? Nee, dat is volgens mij de ja. Ja, super. Daar wil ik mee afsluiten. Hartstikke bedankt voor je mooie woorden en voor je inspiratie. Keep up the Kleine good moeite. Work. Dankjewel. Yes. Dankjewel, Thijs. We gaan nu over naar mijn collega Chrétien. Die is op de locatie de Eagle Shelter. En ik ben heel benieuwd. Hij gaat daar in gesprek met Ellen van Elswijk en Mariette van Houten. Hallo, beste mensen allemaal daar in Eindhoven. Hoi Linda en collega's. Nou, ik heb de eer om bij een van de vier initiatieven te mogen zijn. Een van de initiatieven die in het rapport beschreven staat. We zijn in de Eagle Shelter in Dongen. Hele mooie plek heb ik al gezien, waar heel veel mooie en toffe dingen gebeuren. Niet alleen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar volgens mij is iedereen welkom hier. Hè? Dus dat is ook heel mooi, die vermenging. Ik heb bij mij aan tafel de onderzoeksters van de drempel over, hè, van het onderzoeksrapport. En dat is Ellen van Elswijk en Mariette. Hallo, Mariette van Houten, welkom. Hi, dank je. Dat jullie helemaal naar het zuiden zijn afgereisd. Noorden. Of, ja, jullie komen naar het noorden, maar jullie zijn al in het zuiden. Ja, klopt. Om een toelichting te geven op wat jullie hebben onderzocht. Zouden jullie even voor willen stellen wie jullie precies zijn? Ja, ik ben Ellen van Elswijk en ik werk bij Movisie, een kennisinstituut. Die zich bezighoudt met sociale vraagstukken in het algemeen. En ik heb vooral de bezoeken afgelegd en ben overal welkom geheten. Ja. En een gesprek gevoerd met iedereen die er was. Ja, ja. Mooi. En ik ben Mariette van Hout, ik werk ook bij Movisie. En ik heb in dit onderzoek ook gezorgd dat alle initiatieven geïnventariseerd zijn. Dat zijn er 140, dus we zitten hier op één plek. Er zijn er 14 beschreven, maar er zijn er nog veel meer. Dat vind ik heel belangrijk om alvast te melden. Absoluut. Want jullie hadden een oproep gedaan. Of hoe is het onderzoek, hoe is het gegaan? Zeg maar. Jullie krijgen vanuit het ministerie een vraagstelling. Nou, vanuit Divosa en Mind, die hebben een vraag gesteld. Welke initiatieven zijn er om mensen, daklozen en thuisloze mensen, mensen met een psychiatrische achtergrond, hoe die tot meer participatie komen? Dat was eigenlijk de vraag. Ja. Van welke initiatieven zijn die daar op welk gebied en ook daar iets aan doen? Dus dat is best heel ruim, ja, hè? Ja. Dus, niet, ja. Dus jullie hebben die oproep geplaatst op verschillende mediakanalen, denk ik. Ja, en toen kwamen de 140 dus boven. Mooi, ja. Ja, die hebben we ook in het rapport neergezet, dus je kunt ze ook bekijken daar. Ja. En we hebben de 14 uitgekozen. En vooral de 14 die op een of andere manier erg opvielen, zoals de Eagle Shelter en Out of the Box TV Springplank. En die ook heel verschillend waren op zich. Ja. En ook verspreid over Nederland. Ja. Dus dat was. Want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Van, vond je inderdaad, is er veel diversiteit in verschillende initiatieven? Ja, er is heel veel diversiteit. Maar wat er wel kenmerkend is, is dat ze allemaal bezig zijn met relaas van Thijs net van het participatie meedoen staat wel centraal. En dat kan heel beginnend zijn of naar werk en van alles wat ertussen zit. Maar dat is wel de kern van het verhaal. En eigenlijk ook wat je ziet, wat zag je bij Thijs heel mooi. Die man is natuurlijk heel erg bevlogen. Ja. En dat was wel standaard bij alle initiatieven. Degene die dat initiatief hebben opgezet, die hadden allemaal een achtergrond. Of als hulpverlener of als cliënt. Of, in ieder geval hebben ze er wat mee te maken. Ze hebben passie voor hun ding. Dus ze wilden echt dat het anders moet. Ja. En dat is ook meteen de kracht die waar ik heel erg van onder de indruk ben. Ja, want als je dan het hebt over eindconclusies inderdaad. Hè, wat kun je eens vertellen over de eindconclusies?
Nou, eigenlijk is de algemene deler dat het heel belangrijk is dat iedereen gewoon is en mensen gewoon behandeld worden als gelijke en als mensen met capaciteiten. De Edo begon er al mee, Thijs en Michiel benadrukken dat eigenlijk ook. En ik denk ook, en dat toont zo'n onderzoek ook aan, dat die manier van werken veel effectiever is dan via allerlei veel formelere wegen. Mm. Dat het heel vaak begint bij gewoon weer mee gaan doen ergens. Ja, zien eigenlijk. Ja. Hè? Want dat was wat mij heel erg opvalt. Je wordt gezien. Ja. En dat is bijvoorbeeld toen ik hier kwam, weet ik nog wel, bij Human Eagle Shelter, toen ik hier binnenkwam. Je kreeg meteen een kopje koffie. Je werd welkom geheten. En echt zo van, kom maar binnen. Leuk. Leuk dat je er bent. En je mag er zijn. Ja. En als ik dat dan vergelijk bij ons buurthuis bijvoorbeeld in waar ik woon. Nou, als ik daar binnenkom, nou niemand die naar me kijkt. En dat, dan heb je het over een buurt. Ja, en dat zou er eigenlijk moeten zijn. Ja. En ik bedoel, dat viel me wel echt op. Van de mensen die er komen, die worden gezien. En ook van wat ze allemaal zijn. Hè. Dus niet met hun gebrekje. Ja. Nee, gewoon als heel mens. Met voor de tekens. Maar hoor ik jullie dan ook zeggen dat inderdaad dat je hier dichter bij de mensen staat. Dichter bij de gemeenschap dan de wat meer formelere instanties? Nou, dat is verschillend. Maar ik denk wel dat dat een belangrijk kenmerk is. Waarom mensen die, zoals Thijs ook al aangaf. Hè, die wat buiten de maatschappij zich voelen of gezet worden. Die discussie kun je altijd voeren. Ja. Ja. Dat die op andere plekken wel werken. Ja, welkom zijn en van daaruit ook gekeken wordt naar hun mogelijkheden. Ja, en ook gewoon wachten, hè? Ja. Want op het moment dat je ergens in een traject gaat, dat zal iedereen wel herkennen, van dan heb je gewoon een doel in het begin en je gaat gewoon je traject, maar een heleboel onderdelen komen niet aan bod. En dat je gewoon geduld opbrengt om te kijken en zelf te ontdekken van, wat wil ik eigenlijk? Ja. En wat kan ik goed? Ja. Ja, dat is heel erg belangrijk. Ja, en misschien inderdaad, je hebt natuurlijk ook te maken met gewoon echt wachttijden in de reguliere zorg. Hè? Terwijl ik denk, dit soort prachtige plekken als Eagle Shelter, daar kun je altijd naartoe. Ja. Als het open is. Ja. En ik denk ook de nadruk op participatie, op doen, op werk. Dat wel degelijk heel erg belangrijk is. Dat zorg is soms ondersteunend nodig, maar meedoen en dingen doen, zoals hier ook mensen allemaal dingen doen, dat maakt dat je weer voelt dat je leeft, dat je doet wat je wil. Ja, want een van mijn vragen was dan inderdaad van hoe zorgen deze initiatieven ervoor dat er meer participatie plaatsvindt van mensen met een psychische kwetsbaarheid? Nou, ik denk aansluiten al bij wat iemand zelf wil. Ja. En dat je ook zelf mag kiezen van, ik wil hier mij op ontwikkelen. En niet zoiets wat iemand anders zegt wat je moet doen. Nee, ik wil me ontwikkelen. En dan kijken van hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Ja. Ja. En wat ik ook heel belangrijk vind bij die initiatieven, dat er een soort wederkerigheid is. Hè? Want als jij als hulpverlener tegenover een cliënt, dan is het zo, dat is niet gelijkwaardig. Nee. Nee. Terwijl juist dat jij komt iets brengen omdat jij iets kan of... Hè? Je hebt iets. En een ander die doet het ook. Ja. En die wederkerigheid die zag bij heel veel initiatieven. Mooi, mooi. Ja. Ter afsluiting, wat zouden jullie de staatssecretaris nog willen meegeven? Als jullie dit overhandigen. Nou, ik zou de staatssecretaris en ook gemeente, want we hebben dit ook voor gemeente geschreven, heel erg mee willen geven. Kijk naar wat er al is. Kijk naar de enorme sociaal kapitaal wat er eigenlijk door het hele land is. Mm. En probeer veel meer verbinding daarmee te maken vanuit het gemeentelijk beleid. Probeer ook, want een heleboel initiatieven struggelen wel degelijk ook met hun bestaansgronden. Ja. Te kijken of je daar veel meer positieve energie, aandacht, geld, mogelijkheden naartoe kan krijgen. Ja. Want er is al heel veel kracht en omarm die kracht. Ja. Dat is wat ik mee zou willen. Ja, eigenlijk wat je parallel loopt aan de mensen. Waar het om gaat. De initiatieven die zien de mensen staan. Hun kracht en wat ze kunnen. En de gemeenten zouden ook de initiatieven moeten zien van de kracht die ze hebben. Ja, en dat is natuurlijk een enorme versplintering. Hè? En als je geen zicht hebt op alle partijen wat er is, dan... Ja, absoluut. Dames, hartelijk dank voor jullie komst hier naar het zuiden. En voor de toelichting. We gaan eventjes verder met... Change. Ja, we gaan dadelijk in gesprek met Connie en David. En dan gaan we kijken naar wat de Eagle Shelter precies is en hoe het is ontstaan en de visie, al die mooie dingen. Maar we hebben eerst nog even een filmpje over de Eagle Shelter waar we eerst naar gaan kijken. Het leven valt ook best wel mee.
Als je lekker in de shelter kunt zijn. Lekker in de shelter is cool. Weet je meteen wat ik bedoel? Gaat het even niet zo fijn? Heb je soms een beetje pijn? Ga dan eens lekker naar de shelter. Eens lekker naar de Eagle Shelter. Gaat het even wat minder? Heb je soms wat hinder? Ga dan eens lekker naar de shelter. Eens lekker naar de Eagle Shelter. Het leven valt ook best wel mee. Als je lekker in de shelter kunt zijn. Lekker in de shelter is cool. Weet je meteen wat ik bedoel? Want bij de Eagle Shelter stap je zo naar binnen. Alleen je voornaam is genoeg. Dat is alles waar men naar vroeg. Je kunt dan direct gaan beginnen met je lekker te laten gaan. Je wordt dan snel weer helder bij ons in de shelter. Het leven valt ook best wel mee, als je lekker in de shelter kunt zijn. Lekker in de shelter is cool, weet je meteen wat ik bedoel. Kom toch eens lekker naar de shelter, naar de vertrouwde Eagle Shelter. Dit is voor het echtje. Eagle Shelter. Eagle Shelter. Eagle Shelter. Direct als je binnenstapt omhels je hier de sfeer. Het is niet te verklaren, het raadsel is nog meer. Als een tweede huis, iedereen is aardig. Het is volkomen normaal en tegelijk eigenaardig. Eagle Shelter. Eagle Shelter. Eagle Shelter. Dat leg je, dit is geen verzinsel, dit is voor een echtje. Komt in. Eagle Shelter. Eagle Shelter.
Eagle Shelter. Eagle Shelter. Eagle Shelter. Eagle Shelter. Oeh, laatste keer. Eagle Shelter. Nou, we zijn dus in de Eagle Shelter. Nou, wat een super gaaf, cool, leuk filmpje. En ik denk dat het inderdaad ook wel een beetje weergeeft hoe het hier gaat. Ik zit met Connie en David. Zeg verder nog niks. Aan tafel van de Eagle Shelter willen jullie ook eventjes voorstellen voor de mensen thuis. Ja, ik ben Connie Ariens en sinds bijna 6 jaar verbonden aan de Eagle Shelter. Sinds die ontstaan is eigenlijk. Ja. Horen, zeg ik altijd. Ja, en ik, David Rovivo, ik werk nu 2 jaar bij de Eagle Shelter. Ja, ik moet zeggen, echt, eerst wat een mooie, unieke plek het is sowieso. En ook, maar jullie bestaan ook best wel een tijdje. Hè? Even naar jou, Connie, was dit een iets nieuws, zeg maar, in de tijd? Dat je, hoe is dit ontstaan? Eigenlijk is het ontstaan vanuit het idee van eigen ervaringen, levenservaringen, herstelervaringen, ervaringen vanuit mijn werk in de psychiatrie, maar ook eigenlijk een beetje als rode draad van mijn leven. Ik ben heel jong eigenlijk in de psychiatrie gaan rondwandelen, onbevangen via mijn ouders. Mijn vader werkte daar. En mijn hele manier van kijken was van mensen vanuit kracht te kijken, vanuit mooie levensverhalen van mensen en stormen die op hun pad komen. Maar als je daar anders, als mensen weer kansen krijgen, dat er van alles kan groeien en ontstaan, de mensen er weer toe doen. Ja. En op een gegeven moment, na al die jaren, dacht ik op een gegeven moment, gewoon zo'n plek oprichten waar iedereen welkom is, waar je alleen je voornaam deelt, waar je binnenstapt, waar geen drempels zijn, waar mensen weer gezien worden, geen labeltjes weet je van elkaar, je doet ertoe. En een plek die een vrij plaats is, waar je iets kan toevoegen aan de plek en iets kan ontvangen. En ik hoor het bij Edo in zijn verhaal ook al zo vaak terug. Ja. Je doet er weer toe, je kan hier zijn, maar ook een plek voor iedereen. Ja. En geen plek voor mensen die kwetsbaar zijn, want we zijn allemaal kwetsbaar en allemaal krachtig. En het leven kan zo omslaan. Ja. Maar als je zelf hier mag zijn, mag ontdekken, of aan het randje of er middenin, niemand bepaalt het voor je. Ja. Ja, dan kun je leven weer invullen zoals jij dat wil. Ja. En als je dan zo'n plek opzet, het idee is op een gegeven moment gewoon doen. Ga het gewoon doen. Ja, want dan kunnen mensen ook weer inderdaad groeien. Hè? Kunnen mensen weer door. David, kun je eens iets vertellen over de visie van de Eagle Shelter en hoe dat dan hier allemaal gaat? Ja, de essentie is dat iedereen is welkom hier. Iedereen moet binnenstappen. Je hoeft alleen je voornaam te delen. Dus je hoeft niet aan te melden of iets. Je komt gewoon binnenstappen en je deelt alleen je voornaam. En verder bepaal je zelf als gast wat je hier doet. Dus je mag hier binnenkomen om een praatje met iemand te maken, om lekker in de tuin te zitten, om misschien zelf wat creatiefs te doen. Maar er zijn ook allerlei workshops en dingen ontstaan waar je aan mag deelnemen als gast. En de plek draait ook voornamelijk op gasten. En die workshops, komt het vanuit professionals dan? Of? Nou, eigenlijk vooral vanuit de gasten zelf. Dus mensen hebben zelf een passie, bijvoorbeeld iemand die gitaar speelt. Die doet dus in het leuk om hier gitaar te spelen. En andere mensen vragen dan van, hey, zou je mij eens wat willen leren? Ja. En dan zo ontstaat er een gitaarclub. En zo ontstaat dus een workshop, heel laagdrempelig, gitaar. Ja. En er zijn er allerlei diverse, er wordt talenlessen zijn, er wordt tuinier, tai chi, heel veel muziek wordt weer gedaan. Ja. Ja. Oké, en is dat dan inderdaad de manier dan waarop inderdaad participatie makkelijker gemaakt wordt voor mensen? Ja, voor mensen. Je betekent wel iets voor een ander, je doet ertoe. Maar het is ook heel belangrijk dat hier iedereen binnenstapt. Want als mensen kunnen groeien in een bubbel, dan groei je ook tot de randjes van die bubbel, zeg maar. Ja. Dus wat er gebeurt is, hier stapt iedereen binnen, van jong tot oud. Wij stappen ook het dorp in de buurt, in de wijk, in de wiep, overal. Ja, want hoe kunnen mensen jullie vinden?
vinden? Hoe weten ze dat hier... Het sterkste is altijd als mensen zeggen, oh, dit doet ertoe. Van mond tot mond. Maar we zijn ook op Facebook, we zijn overal in het dorp te vinden. Maar ook flyertjes. Ons infostoeltje, dan weet je hoe het zit. Ja. Maar we zijn ook eigenlijk kunnen groeien in het begin. Ook de kracht van de plek is door gewoon te beginnen. Vanuit eigen middelen, nergens aankloppen voor geld. En vervolgens kwam bijvoorbeeld de gemeente die hier nu bijvoorbeeld ook aanwezig is. Of de woningbouw die ons zijn gaan steunen in de loop van tijd, komen binnengestapt. En daardoor zijn wij in pilotvorm gaan ontwikkelen. Ja. Maar ook dat was de kracht van mensen die binnenstappen en zeggen... Hé, hey, of mensen zeggen in de omgeving, wat gebeurt er eigenlijk met jou? Ja. Waarom gaat het opeens goed met je? Of waarom ben jij anders gaan kijken naar iemand die je eerst kwetsbaar vond? Ja. Waarom zie jij nu wel de talenten en de krachten van mensen? Ja, dus jullie spiegelen ook wel hier of zo. Het is gebeurt niet spontaan. Dat je alles... Ja, het gebeurt spontaan. Vanzelf. Ja. Wat is jullie rol hier? Nou, eigenlijk zijn we zelf gewoon onderdeel van de plek. Dus we zijn eigenlijk gelijk aan de gasten. En wat ik vooral belangrijk vind is dat wij ervoor zorgen dat de plek veilig blijft. Ja. Dat iedereen hier op zijn eigen manier binnen mag komen. Dat er ruimte is voor iedereen. En dat mensen respect voor elkaar hebben. En vooral dat waarborgen. Dus dat iedereen hier zijn eigen ruimte krijgt. Dat is de voornamelijkste reden. En ook zorgen dat mensen erin kunnen groeien. En mensen erin ondersteunen. Ja. Je mag zijn wie je bent. Je mag zelf ontdekken wie je wil worden. Ja. En of je nou aan de rand zit of er middenin, dat maakt niet uit. En of je de ene dag er middenin staat en de dag op zegt, ik doe even niks. Iedereen welkom. Weet in zich best wel, kan ontwikkelen weer van, goh, wat doet mij nou goed? Wat maakt mijn leven weer oké? Okay? Ja. Prachtig en zo belangrijk dat er zo'n plek is. Ik zie dat ik alweer naar een afronding toe moet, helaas. Want ik zou wel een uur met jullie allemaal kunnen praten hier. Ja, maar helaas moeten we door. Laatste vraag nog van mij. Voor jullie allebei een antwoord. Hoe zie je de toekomst van de Eagle Shelter voor? En wat zou je aan de staatssecretaris willen meegeven? Nou, wat ik heel erg fijn vind is dat er een onderzoeksrapport komt, wat eigenlijk net ook al gezegd is door hiervoor, dat er eigenlijk erkenning komt dat dit soort plekken heel belangrijk zijn ertoe doen. Maar ook dat ze draagvlak krijgen. Wij hebben geluk gehad dat we ook draagvlak hebben, maar ook wij hebben, ondanks dat de gemeente en woningbouw en mensen om ons heen ons steunen, moeten we elk jaar opnieuw overleven. En als we daar bijvoorbeeld van die druk af zijn, dat er gewoon erkenning dat gaat brengen aan ons, maar ook aan heel veel anderen, overal in het land. Ja, heel veel dus meer het structurele flow van geld om. Hè, overal in het land plekken die staan. Het bespaart natuurlijk ook de ziektekostenverzekeraars een hoop, hè, als mensen al ergens terecht kunnen. Zoveel menselijke groei mogelijk. Ja. Ja, ik sluit me heel erg aan met wat Connie ook zegt, maar ook heel mooi dat wij als inspiratie kunnen dienen voor andere gemeenten. Dat ze zien van, oké, dit is gewoon een plek en het werkt hoe we het hier aanpakken. En ik hoop gewoon dat heel veel andere mensen in het land en daaromheen ook zo'n plek kunnen vinden. Want ik denk dat het heel erg nodig is, vooral in deze tijd. Nu zoveel mensen steeds meer geïsoleerd raken, dat je wel een plek hebt voor ontmoeting waar je gewoon mag zijn. Gewoon mag zijn wie je bent. Absoluut. Nou, het zijn hele mooie, hele zinvolle dingen inderdaad. En dat het werkt is mij wel duidelijk geworden. Dus ga vooral zo door. Goed, hartstikke bedankt dat we hier te gast mochten zijn. Hè? En dan gaan we nu weer terug naar de studio in Eindhoven. Welkom op de Voedseltuin. Ik neem jullie mee door de Voedseltuin. Wij bestaan nu 10 jaar en wat wij hier doen, wij kweken groente en fruit voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. En dat doen wij met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een hele diverse groep. We zijn nu met ongeveer 60 mensen. De jongste is 19, de oudste is 80. En met verschillende achtergronden komen ze hier op de tuin. Ofwel psychische klachten, of iets terug moeten doen voor de uitkering. Of tijdelijk zonder werk. Kan allemaal. We zien dat niet alleen de plantjes groeien, maar ook de mensen. Het doet hen heel goed. Ze zijn weer van betekenis en tellen weer mee. Nou, alle oogst geven we weg aan de mensen. U ziet prachtige oogst. Lekkere snijbiet, pompoenen. Van alles wat. En we zijn weer terug. Heel fijn. We hebben net naar een mooi filmpje gekeken. Initiatief 4, de Voedseltuin. En ik spreek hierover met Tineke. Nou, we hebben net dus naar het filmpje kunnen kijken. Ik ben heel erg benieuwd wat de Voedseltuin precies is voor jou. Ja, nou, we zijn dus een hele grote moestuin in een havengebied in Rotterdam. En daar kweken we groenten voor mensen die het arm hebben. En dat doen wij met heel veel vrijwilligers die om diverse redenen niet aan het werk zijn. Mm-hmm. En dat werkt, net als wat ik net ook al hoorde, iedereen welkom. We kijken ook naar wat iemand
voor achtergrond heeft. Mm-hmm. Maar we gaan gewoon uit dat iedereen wat kan. En bij ons zijn mensen niet ziek, maar ze zijn producenten van gezond voedsel. En ze doen ook nog iets voor een ander. Mm-hmm. Ook al behoren ze soms zelf ook tot de doelgroep. We merken dat enorm mensen wat heel veel doet. Ja. En ze zijn lekker buiten bezig. Je bent in beweging. Je hebt leuke contacten. Het is altijd ontzettend gezellig. Die achter die zegt dat je heel hard moet werken. Ja. Ja. Nu hoor ik mezelf ook weer beter. Oh. Oké. En is het, hoe kom je eigenlijk erbij om dit initiatief neer te zetten? Ja, we zijn 10 jaar geleden gestart. Toen was het crisis. En de eerste voedselbank van Nederland die zit achter aan de tuin. En daar werd minder voedsel aangeleverd. Ja. En degene die de voedseltuin is gestart, die dacht van, joh, kunnen we niet zelf daar groenten gaan verbouwen, want dichterbij en verser kan niet. Mm-hmm. Dus is het zo gezegd, zo gedaan. En is het zo dat je, als je dit initiatief, hè, en je ziet de mensen, zie je ook echt dat het iets met de mensen doet? Zie je verandering? Ja, je ziet enorm veel verandering. Ik zeg altijd, niet alleen de plantjes groeien, maar ook de mensen. Ja, mensen zijn weer van betekenis. Ze horen ergens bij. En dat doet enorm veel met mensen. Mm-hmm. En wat doet dat met jou persoonlijk? Ja, ik vind het enorm leuk om te zien wat er allemaal gebeurt op de tuin. Ja, mensen die ook buiten de tuin met elkaar afspreken. Er staan vriendschappen. Eetclubjes, recepten worden uitgewisseld. Ja, mensen helpen elkaar ook. Ze delen ervaringen. Dus ja, dat is heel fijn te zien. Ja, en als je kijkt naar dit onderzoek, hè, de drempel over. Waarom is het zo belangrijk dat dit onderzoek er is gekomen? Ik denk van dat onderzoek dat er heel veel andere organisaties van kunnen leren. Mm-hmm. En wat is het dan dat andere organisaties hiervan mogen leren? Nou, dat je heel laagdrempelig kan beginnen. Dat iedereen van waarde is. Dat je ook... Ja. En ik merk zeker dat bijvoorbeeld bij de voedseltuin, wat heel laagdrempelig is, waar geen druk achter zit, dat je mensen echt ziet opbloeien. Ja, vooral ook dat er geen druk achter zit. Ik denk dat dat ook echt heel belangrijk is. Hè? Dat mensen bij je komen, ongeacht, ja, maakt niet uit wat de afkomst is. Ik bedoel, ze willen werken, ze willen van betekenis zijn. En dat mag ook op hun eigen tempo. En tegelijkertijd help je ook nog eens de ander. Het is echt synergie. Yeah. Ja, en als ik het nog eens holistisch mag bekijken, heel de cirkel is gelijk weer rond. Want het begint met voedsel natuurlijk. Hè? Mensen moeten gewoon wel kunnen eten en voor zichzelf kunnen zorgen. Ja. Dus dat is wel echt heel mooi. Ik kan me ook voorstellen dat je ontzettend dankbaar bent om dit werk te doen. Ja. Ja. En heb je ook dat mensen ook wel eens, ook, ja, je doet dit werk, maar aan de andere kant kan ik me ook zo voorstellen dat je veel verhalen hoort. Oh. Ja, klopt. Ja. 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 Oh, wacht even, Tineke, je viel weer weg. Oh ja, ja. Nee, je hoort enorm veel verhalen. Ja. Ja, dat is ook wel mooi. Ja. Te zien op mensen groeien. Ja, super. De verbinding is wat minder helaas. Maar ja. ik heb wat ik vooral uit je verhaal heb meegenomen, is ook gewoon wat ik net al zei. Is gewoon dus dat mensen laagdrempelig kunnen beginnen.
En dat je niet gelijk groots hoeft te denken. En dat er ook geen druk op de mensen, maar dat ze gewoon mogen zijn. En ook voor elkaar zorgen. Want dat zorghormoon, dat wekt toch ja, een goed gevoel op. En op deze manier voor elkaar zorgen is, ja, is een prachtig mooi initiatief. Ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage. En het ging even niet helemaal lekker. Sorry voor de storingen. Ja, het is in deze tijd. We moeten het op deze manier doen. Het is even niet anders. Ik had je graag hier op de bank gehad. Wie weet een andere keer. Ja, hartstikke bedankt voor je tijd, Tineke. Oké. Goeiedag. Nou, we lopen helemaal goed op schema. En als het goed is, heb ik in de uitzending staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En Erik Dannenberg, voorzitter van DIFOSA. Welkom. Dankjewel. Oh. Ik heb Paul nog niet gezien. Nee. Ja, het is ook echt precies... Oh nee, het is precies 1:03. Maar wij kunnen het gesprek wel gewoon alvast starten. Of zullen we even wachten? Ik laat het aan u over. Oh, hij is er al. Oh, kijk. Ik hoor hem misschien binnenkomen. Tuurlijk. En Tineke staat 2 keer ingelogd. Dat zal het probleem geven. Dat, misschien kun je hem geluid nog even aanzetten, Tineke. Je microfoon staat ook nog open. Oh, daar is staatssecretaris Paul Blokhuis. Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanuit de auto zie ik. Wat fijn dat u even tijd maakt voor ons. Ja, natuurlijk. Nee, goeie zaak. Want ik zie Edo ook. Dat is een van mijn grootste vrienden. Ja. En die wil ik een vriend houden. Dus ik moest vanmiddag komen, zei hij. Ja, nou. En u heeft naar hem geluisterd. Hoi, Edo. Dank u wel. Heren, welkom. Waarom is dit onderzoek de drempel over zo belangrijk? Mag ik bij u beginnen, Paul Blokhuis? Ja. Ja, ik heb een preview gezien en ik vind het heel mooi dat er in Nederland zoveel concrete projecten gaande zijn om mensen in een achterstandspositie, dat kan door hun eigen schuld zijn of door fouten van anderen of een combinatie, maar mensen die een paar wissels hebben gemist, als we die weer een kans bieden om mee te doen in de samenleving met hele creatieve ideeën, dan is dat geweldig. En het boekje wat ik heb gezien, daar staan 14 hele mooie voorbeelden in van hoe het ook kan, hoe je mensen gewoon volop de kans biedt om weer te kunnen meedoen in onze samenleving. Ja, zeker waar. Dank u wel. Meneer Dannenberg, hoe denkt u daarover? Waarom is dit zo belangrijk? Ja, ik denk ook dat wat ook aan de orde kwam, dat mensen ergens bij willen horen. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. Dat mensen niet actief zijn. Hè. Dat laten meerdere onderzoeken zien dat als mensen thuis zitten met een uitkering en het duurt heel langdurig, dat mensen er ook echt letterlijk ziek van worden. Zowel lichamelijk als verstand of geestelijk, zeg maar. En daarvoor is het zo gezond maken dat je kunt bijdragen met je talent. Dat je het gevoel hebt bij andere mensen te horen, dat je samen werkt aan een doel. En dat je ertoe doet. En in veel van deze projecten gaat het om mensen die al veel teleurstellingen ervaren hebben in hun leven. Veel dingen die mis zijn gegaan. Soms vroeger op school al. Of in het gezin. Of later in hun werkzame leven. Of in hun relaties. Of met het wonen. En dan is het zo belangrijk dat er een plek is waar je tot jezelf kan komen. En dat er mensen om je heen zijn die niet kijken door, zeg maar, door de bril waarop veel hulpverleners dat doen. Hè? Ik zeg wel eens dat bekende rijtje van handicaps, beperkingen, stoornissen, ziektebeelden, gebreken en aandoeningen. Maar dat het gewoon om jou gaat als mens, als naam, als persoon. En dat je daarin in een situatie zonder druk kunt ontdekken waar je goed in bent, wat je graag zou willen doen. En veel van deze projecten hebben wel iets in zich van het is vrijwillig, maar het is ook weer niet vrijblijvend. In de zin van, je wordt ook wel uitgedaagd om tot ontwikkeling te komen. Ja, ja. Zeker, en dat ook dat stukje wat ik ook hoor, hè, van dat er niet die druk op zit, die druk eraf is. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ik heb net ook wat andere initiatieven gesproken en dat komt daar ook naar voren. En ook direct weer gewoon aan het werk in die maatschappij. Wat hopen jullie hier eigenlijk ook mee te bereiken? Welke ontwikkelingen willen jullie graag zien nog de komende jaren hierin? Meneer Blokhuis. Ja, mag ik eerst, Erik? Ja hoor. Ik heet trouwens Paul Blokhuis, maar als je het na vindt om hem met Paul aan te spreken, hoeft dat niet, maar ik ben wel Paul hoor. Okay. Ik vind het heel hoopgevend dat we een boekje hebben met 14 hele inspirerende voorbeelden, maar dat het eigenlijk nog een soort luxe probleem was.
want er waren meer dan 100 initiatieven. Ja. En dat is natuurlijk heel inspirerend om te zien dat overal in Nederland we steeds meer tot ontdekking komen, wat Erik ook zei, dat we meer de nadruk moeten leggen op talenten van mensen. Wat kunnen mensen doen in plaats van waar ben je niet goed in? Ik zeg wel eens, wij zijn er voor alle mensen in Nederland, voor donker, licht, man, vrouw, hetero, homo. Voor mensen met beperkingen en mensen die denken dat ze geen beperkingen hebben. Dus wij zijn er voor iedereen. En volgens mij, er bestaat nog steeds een groepje mensen die denken dat ze geen beperkingen hebben. Maar we moeten onderkennen dat we dat allemaal hebben en vanuit een soort gelijkwaardige positie elkaar aanspreken. En de voorbeelden vind ik heel mooi, want wat mij opvalt is dat initiatieven, die kunnen pas goed van de grond komen als er hele enthousiaste mensen achter zitten. En dat zijn vaak ervaringsdeskundigen, mensen die zelf voetstappen hebben staan in de maatschappelijke opvang. Dus ik vind het heel mooi dat die bevlogen mensen dit willen gaan doen. En eigenlijk hoop ik dat dat in alle gemeenten van de grond komt. Dat gisteren een debat in de Tweede Kamer ging over de toekomst van maatschappelijke opvang. Daar is de naam van de heer Tandenberg ook diverse keren gevallen, omdat hij ook zegt met zijn commissie, die in 2015 advies gaf, die zeiden: alle gemeenten moeten eigenlijk laten zien hoe ze mensen kunnen opvangen. Dit wordt een spannende discussie, want anders gaat Edo ingrijpen. Die zegt geen doordecentralisatie. Maar alle gemeenten moeten laten zien dat ze er zijn voor hun inwoners. En dat gesprek wil ik wel graag aangaan met gemeenten. En dan is het heel mooi als je een concreet boekje hebt met adviezen en tips hoe dat kan. Waar uitgangspunten zijn mensen rust gunnen, zoals je zelf mooi zei, mensen rust geven. Ook laten aansluiten waar ze mee bezig zijn bij hun eigen talenten. Want we gaan iets met jou doen wat aansluit bij je talenten. Ik was bij de Springplank in Eindhoven. Dat is een van de projecten die ook genoemd worden hier. Dat was echt zo super gaaf. Dan denk je van, het is allemaal in scène gezet. Want die mensen zijn zo blij dat ze perspectief krijgen. Maar het is echt. Ja. En wat ik het mooie daarvan vind, ik noem dat woord al, is dat er perspectief wordt geboden. Wat mijn ambitie is, en dat heb ik ook in landelijk beleid, in een landelijk plan opgeschreven, samen met binnenlandse zaken en met sociale zaken. Mijn ambitie is dat mensen, als ze dak- of thuisloos raken, als ze hulp nodig hebben, dat die opvang waar ze komen, dat die zo kort mogelijk is. Dat ze echt perspectief krijgen op hun eigen woonplek. Want wat zou een dakloos willen? Misschien een dak boven zijn hoofd? Geef hem dat dak boven zijn hoofd en rust. En geef hem dan ook volop kansen om de talenten te ontwikkelen. En dat doen die projecten hier stuk voor stuk. Die geven stuk voor stuk mensen volop de ruimte om te werken aan hun talenten. En daarmee ook aan hun eigen waarde. En laten zien van, jongens, ik mag er ook bij horen. Ik weet waarom ik 's morgens uit bed kom. Want ik kan ook wat betekenen voor andere mensen. Ja, daar word ik helemaal warm van. En ik wil er graag aan bijdragen dat dit mooie boekje ook een plek krijgt in Nederland. Dat het wordt uitgevent, zeg maar. Dit mooie boekje willen we heel graag, dit mooie verslag willen we heel graag aan u uitreiken. En daarvoor gaan we naar mijn collega Chrétienne, want daar is Elle van Elswijk en zij wil dit graag aan u overhandigen. En dat wordt natuurlijk virtueel gedaan. Daar, ja. Ja, ja, dit gaat echt heel wonderbaarlijk hoor, let op. Ja. Ja, hierbij overhandig ik dus officieel het rapport. Maar ik heb al begrepen van dat ik dat gelezen heb. Dus dat kan ik van andere vragen. Zie je zomaar. Van wat vraag jij om daar een antwoord te geven? Want ze schreef echt een antwoord op. Ik weet niet of het aan mijn apparaat is, maar ik hoorde de laatste zin van Ellen niet. Ja. Moet ik hem uitpakken? Graag. Ja, ja, pak hem uit. Ja. Het is echt een verrassing, hè? Want ik weet echt niet wat erin zit, maar hier heb ik het. Ook volle verhalen van mensen. Ellen heeft er ook een lieve persoonlijke tekst geschreven voor mij. Moet ik die voorlezen, Ellen, die tekst? Ja, dat mag hoor. Ja, volgens Edo moet dat. Ellen schrijft op deze mooie kaart aan mij. Maar ze schrijft, dit alles heeft me geraakt. Met veel plezier heb ik aan deze publicatie gewerkt. Ik hoop dat deze publicatie u motiveert om al het mogelijke te doen voor deze kwetsbare en dappere mensen. Ellen van Elswijk. En daar zit
dan de drempel, oh, die zit zelfs twee keer in, dus ik kan hem ook nog aan een collega minister geven. Oh. Hey, maar super Ellen, wat mooi geschreven en complimenten voor dit mooie product. Ik had een preview gezien, zeg maar, die is niet zo mooi als deze. En het raakt mij weer hoe jij schrijft. Je treft in mij iemand die heel gemotiveerd is om mij in te zetten voor deze kwetsbare groep die een volwaardige plek verdient in onze samenleving. Ja, ja. Mooi gezegd, mooie woorden van beiden. Ik moet nog even vragen, want ik weet dat het, ik zie de tijd. Het is 3:11. En ik vroeg me af of u er nog even bij wil blijven of dat u weer doorgaat naar uw volgende afspraak. Ik weet niet hoe lang het nog duurt, maar ik blijf er nog even bij als dat mag. Uiteraard mag dat. Dan ga ik nog even... Ik heb om 30:30 mijn volgende afspraak. Oké. Dan ga ik nog even door naar Erik Dannenberg. Ja, hier ben ik. Ja, hoi Erik. Wat doet dit zo, als u dit allemaal hoort? Wat doet het met u? Ja, ik vind het gaaf. Enerzijds ook wel nestgeur, want ik heb zelf ook langdurig in de maatschappelijke opvang en slaapzorg gewerkt. En ook recent nog, ben ik een tijdje bestuurslid geweest van een project in Zwolle, wat eigenlijk ook op deze manier werkte. Iedereen heette vrijwilliger, ongeacht of je nou, een last verleden had of dat je gewoon... prima, mooi, stabiel leven had, maar ook met anderen wilde samenwerken. En dat je zag dat mensen echt tot herstel komen, omdat ze niet de nadruk lag op hun dingen die mis waren gegaan, maar juist op die talentbenadering. Ja. En wat daar ook succesvol was, was het grote netwerk van ondernemers dat eromheen hing. Er waren regelmatig ondernemerslunches, waarbij dat was het project The Gift City in Zwolle, waarbij iemand er ook een pitch mocht houden die zichzelf zo tot ontwikkeling had zien komen in programma's zoals dit. En dat leidde er heel vaak toe dat mensen werk kregen. En zelfs mensen die vanuit het perspectief van bijvoorbeeld sociale dienst, werk en inkomen soms behoorlijk moeilijk bemiddelbaar waren, zo tot herstel kwamen dat ze daarna ook weer prima maatschappelijke taken konden oppakken, maar wel op hun tijd en passend bij hun talenten. En eigenlijk geldt het voor ons allemaal dat als je in een rol zit die vooral een beroep doet op je sterke kanten, dan kom je tot ontwikkeling, dan vind je dingen leuk, dan kun je stappen van ontwikkeling zetten. Mm-hmm. En daarvoor is het ook wel goed, wat ik in veel van deze projecten hoor, dat je ook de brede blik hebt van, is je huisvesting stabiel, je inkomen, hè, hoef je 's nachts niet wakker te liggen van schulden bijvoorbeeld. En dat je naar al die aspecten samenkijkt, waardoor mensen ook de stabiliteit voelen om volgende stappen te kunnen doen. Mm-hmm. Waar ik heel blij mee ben, is dit soort programma's die door Movisie ook goed worden onderzocht, waardoor we ook vanuit een kennisinstituut gevalideerd hebben van waar zitten nou de werkzame bestanddelen. Want in veel van deze projecten zie je dat de passie van degene die het opgezet heeft heel belangrijk is. Het gaat over voedsel of natuur of kunst of huis en geld en werk of een uitgeverij. Als ik, weet je wel, dus waar de passie zit van de initiatiefnemer, daar moet je eigenlijk iets omheen bouwen. En daar zijn gemeenten ook niet altijd even goed in, want je besteedt iets aan en dan zeg je van nou, zo moeten die trajecten eruit zien en dan wordt het weer heel systemisch. Terwijl je juist ziet dat passie en een goede groep mensen eromheen het goed doet. Dus de kunst is eigenlijk ook dat gemeenten in hun betaling van dit soort mooie projecten ook veel meer durven te kijken van waar werkt het nu goed? En in de startfase, de ontwikkelfase, maar dat ook al blijven volgen. Want ik weet ook nog wel, dus vroeger had je van de jongeren adviescentra. Die begonnen geweldig goed met straathoekwerk. En jongeren met grote problemen werden in allerlei mooie programma's gebracht, waardoor ze de goede afslag konden nemen in hun leven. En als je dan 10 of 15 jaar later ging kijken, dan was het gouden hoer achter een glas bier met altijd dezelfde 15 jongeren, weet je wel. Mm-hmm. Dat het heel mooi start. Sommigen gaan ook heel goed door en worden groter en steeds meer plaatsen, zoals ik tijd ook hoorde zeggen. Chapeau, ik vind het geweldig om te horen. Maar je moet ook altijd een beetje blijven kijken. En de kracht vind ik van gemeenten, dat ze meer aansluiten op dit soort maatschappelijke initiatieven. Want dat vind ik wel heel zorgelijk in het lezen en ook het horen vandaag, dat zoveel van deze projecten moeite hebben om financieel gezien, op zo'n lands gezegd, de broek op te houden. Mm-hmm. En dat past dan weer net niet in bekostigingsformats, of ze moeten allerlei dingen gaan registreren. En dat past dan typisch niet bij de mensen die dit soort programma's zo hard nodig hebben. Nou, dat is ook eigenlijk gelijk een aanbod om ook vanuit Divosa te kijken van hoe kunnen we deze projecten meer onder de aandacht brengen. Maar ook samen met gemeenten, misschien moeten we daar al eens een keer over doorpraten, Paul. Hoe we dit soort projecten bij gemeenten ook onder de aandacht kunnen brengen van hier gebeuren dingen die soms succesvoller zijn dan van grote zorgbolwerken, zal ik maar zeggen. Die je soms ook wel nodig hebt, maar
dat je ook bekostigingsvormen vindt die hier goed bij passen. En dat het niet dezelfde registratielijsten en formulieren toestand oplevert, maar dat ze meer op een verhalende manier kunnen uitleggen wat het succes is. En dat zou ik wel mooi vinden om het op die manier verder te brengen in het land. En dat het niet blijft bij deze 14 goed beschreven programma's. Ja, ja, zeker. Want dan ben je ook, wat net ook werd gezegd, hè, dat je ook meer proactief bent, dat je ook meer de mensen daarin meeneemt. Wat is dan je wens als je kijkt naar de komende jaren? Hè? Je wil dat die gemeentes meer meegaan en daar wil je nog graag met staatssecretaris Paul Blokhuis over hebben. Ik wil erop reageren, geloof ik. Ja, ik hoorde. Ja, natuurlijk. Gaat uw gang. Mag Erik best wel een antwoord geven eerst op die vraag, want ik onthoud mijn punt wel hoor. Ik ga er zo op in als je het goed vindt. Ja, zeker. Maar als we dan kijken van inderdaad, van waar we naartoe gaan in de toekomst, wat wilt u dan graag zien? Ja, dat dit hele mooie programma's zijn, die eigenlijk aan de basis staan van alles wat je vanuit werkinkomen of in bredere zin met de WMO zou willen. Ik denk dat we het systemisch hebben gemaakt van allemaal ingekochte trajecten. Je moet aan allerlei criteria voldoen, dan kun je een indicatie krijgen. En dit gaat eigenlijk aan dat alles vooraf. En werkt ook vaak nog beter omdat je niet die druk op mensen zet. En ik denk dat we daar beter moeten leren hoe je dit soort initiatieven een kans geeft. Met een daarbij passende manier van verantwoorden, zich verder kunnen ontwikkelen. Ja. En dat de ervaringsdeskundigheid er ook een hele grote rol in speelt. Want juist die steun die mensen aan elkaar hebben, dat zie je ook bij veel van de initiatiefnemers, hè, zelf ook van alles meegemaakt, dat ook gewoon waarde mag hebben. En dat het niet allemaal te professioneel en te veel met instanties moet, zeg maar. Ja, u wou daar net nog even op inhaken, meneer Blokhuis. Of, ja, Erik Dannenberg nodigde mij uit om het gesprek te hebben met Divosa. Misschien ook wel, ik even hard op denken, misschien ook wel met Como werkplaatsen. Met Mind bijvoorbeeld, met cliëntgroepen die met ons willen meedenken. Waar hebben mensen behoefte aan? Want op zich is er nog heel veel te winnen, denk ik. En ik vind het altijd heel mooi om met Erik zaken te doen. Want die weet echt zo goed waar hij het over heeft en die zit op een belangrijke plek. Bij Divosa, dus ik pak de handschoen graag op dat we daarover doorpraten. En als je kijkt om welke mensen gaat het, mensen die kansen gemist hebben, mensen die talent hebben en die als diepe wens hebben te kunnen meedoen. Ben ik wel goed te verstaan of gaat dat? Zeker, u bent goed te verstaan, ja. Je wil mensen een kans bieden om mee te doen. Ik zag volgens mij Edo, die de techniek goed beheerst, maar die zei volgens mij in de chat dat het niet alleen om betaald werk gaat. Het gaat niet per se om werk, maar om mensen ergens bij betrekken. Dus dat kan ook met bepaalde andere activiteiten zijn. Het hoeft niet per se betaald werk, maar als mensen maar in een positie worden gebracht dat zij zich kunnen inzetten voor anderen en ook in contact komen met anderen, dan is dat volgens mij, dat is ook een soort droom van mij, gelijk een soort preventie om dakloosheid weer met elkaar tegen te gaan. Als je mensen een plek geeft in de samenleving en ze hebben een club vrienden, noem het vrienden van de straat, maar die wonen dan niet op de straat als het aan mij ligt. Maar ook gewoon in het buurtje waarin ze wonen. Dan zeggen we, jongens, ik ben een aardig gast. Ik kom ook bij jullie op verjaardagsvisite. Dat mag alleen na coronatijd natuurlijk. Maar als je dat met elkaar weet te organiseren, dan bereik je wat we willen, denk ik. En de projecten waar dat boek van mijn visie over gaat, die kunnen daar volgens mij aan bijdragen. Het is gewoon out of the box denken. Zullen we eens gewoon vragen aan mensen wat ze fijn vinden om te doen. En zullen we daar eens op inspelen en kansen bieden om mee te doen. Ik ben wethouder geweest in Apeldoorn. Ik weet dat maatschappelijk opvang en beschermd wonen jarenlang ervan uitgingen dat we gaan mensen opvangen. En we zorgen dat ze geen overlast veroorzaken. Dat was vaak het eerste doel. Tot we gingen nadenken van, ja, maar wat zouden die mensen zelf willen? Die hebben niet als eerste behoefte geen overlast veroorzaken, maar die willen een gelukkig leven leiden. En als je vanuit die houding met die mensen in gesprek gaat, dan krijg je volgens mij twee vliegen in één klap. Dan kun je die mensen helpen een gelukkig leven te leiden. En daarmee ook de overlast beperken. En dat laatste is wat mij betreft echt het tweede doel, niet het eerste. Eerste mens. Precies, eerste mens. En dat die gelukkig kan zijn. Dank u wel. Dank u wel. Erik Dannenberg. Ja. Wou je daar nog even op inhaken? Ja, geheel mee eens. Dat heeft ook weer wat in deze projecten goed getoond wordt, de mens zien te maken. Dus dat je niet kijkt naar alle dingen die er gebeurd zijn, maar vooral aan mensen kansen geven. En sommige mensen moeten echt van diep wegkomen, hoor. Weet ik ook uit ervaring, dat
ook de weg uit de verslaving gaat heel vaak stapsgewijs. Het is niet een rechte lijn van A naar B. En dat, die ruimte en tijd moet je mensen ook gunnen. Hè? En elke keer als het misgaat, dan is dat ook weer een leerervaring. En daarom is het zo belangrijk dat er een groep mensen om je heen staat. Die dat dus niet afrekent met je, maar ook weer als een leerervaring van... ziet van hoe integreer je dit nou weer in je herstelproces. Ja. En dat vind ik ook zo mooi van die gelijkwaardigheid die ik veel van deze projecten hoor. Want er zijn ook wel wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat als je een groep mensen cliënt noemt en je zet er iemand bij die je begeleider noemt, dan verliezen cliënten altijd verliezen hun eigen mogelijkheden, omdat ze in een bepaalde context worden geplaatst. Dus bij wijze van hetzelfde spreken, als je veel mensen ineens weer in een klaslokaal zet en je zet er een leerkracht voor, dan ga je weer clearen met elkaar. Hè? Een context lokt een bepaald soort gedrag uit. En dat, daarom moet je dat ook niet meer te veel in dit soort vormen doen, denk ik. Maar veel meer in die gelijkwaardigheid en echte menselijke relaties, die echte interesse. En dat zien ook steeds meer gemeenten, ook bij PMO, werk en inkomen en bij jeugd. Het gaat om die echte aandacht, die echte relatie. En alle andere daaromheen is van minder betekenis. Het gaat om die werkelijke menselijke relatie. Ja. Het is het meest herstellend, genezend. Dus wat is de eerstvolgende stap? Nou, het zou mooi zijn als we... In ieder geval gaan we via de kanalen van Divoza deze voorbeelden verspreiden. Ik zie Marlon ook in onze call zitten. Nou, we gaan zorgen dat dit gewoon bij alle gemeenten terechtkomt. Maar we weten ook uit ervaring dat het soms niet altijd helpt om een boekje met goede voorbeelden alleen maar op te sturen. Hè? Dus wellicht kunnen we samen met Movisi en Como en Mind er ook eens over praten, want die hebben ook allemaal kanalen hoe we dat breder kunnen uitzetten. Maar we zouden ook eigenlijk even wat reuring omheen willen organiseren. Wat maken dit soort projecten nu voor kansen? En volgens mij is in de Kamer ook een keer een voorstel aangenomen voor een Right to Challenge. En ik zou het interessant vinden als dit soort projecten, met vertaald in het Nederlands het recht om uit te dagen, dat dit soort projecten ook eens een keer de gevestigde orde kunnen uitdagen van bestaande welzijns- en zorgorganisaties. Om ook eens meer op dit soort manieren te gaan werken. Want ik vind het heel zorgelijk dat het te veel met de zorg moet. Hè? Ook wat ik hoorde van Out of the Box TV. Dat het te veel druk op het proces legt nu. En daar moeten we iets aan doen, denk ik. Ja, maar dit is dan zeker al een eerste stap. Dat mag ik aannemen. Ik wil jullie allemaal... Mee aan de slag. Ja, wat we gaan doen is we blijven in contact. Want dat contact hebben we wel. Maar we moeten ook vooral gaan doen met de gemeente in gesprek van jongens, ga het gewoon toepassen, want er zijn zoveel mooie voorbeelden, ga het doen. En dan gaan we het ook hebben over financiering. Je kan voor een deel met mooie producten maken zelf opbrengsten organiseren, zoals projecten ook doen. Een deel uit wet maatschappelijk ondersteuningsgeld. Mijn wens is het ook, ik geef liever geld uit aan goede begeleiding bij mensen, dat ze een mooie eigen woonplek ergens hebben. En dan mooie projecten zoals deze financieren, dan dat we alleen maar heel veel geld uitgeven aan maatschappelijke opvang met slaapzalen met allemaal stapelbedden. Dat laatste is duurder en mensen worden er minder gelukkig van. Dus hoe moeilijk kan het zijn? Ja, zeker. Ontzettend bedankt. Ik wil jullie allemaal bedanken, al mijn gasten. En we hebben veel interessante initiatieven gezien. En alle initiatieven laten ook zien dat het mogelijk is om te groeien. Het hele rapport De Drempel Over is vanaf nu te vinden op de website van Divoza en Movisi. Nogmaals, al mijn gasten bedankt en jullie bedankt voor het kijken. En zorg voor elkaar. Tot ziens. Tot ziens allemaal. En tot binnenkort. Ik heb het voor straks.